We zijn hier in de massageruimte bij FC Linde en daar ook bij... Hans, je bent groter geworden, jongen. Je bent groter geworden. Ik ben net ingetaped. Een paar hakjes in mijn voetbalschoenen. Dus dat doen we allemaal een beetje indruk op jou te maken. Het werkt. Kan het voor jou niet zeggen, Rien, dat je groter bent geworden? Nee. Maar goed, ik ben mijn bankie kwijt. Werd me afgenomen, dus het houdt op. Ja. Hans, twee prachtige overwinningen. Aanstaande zondag gaan we op bezoek op het kasteel. Ja. Nou, dat moet voor jou ook wel iets bijzonders zijn, denk ik, hè? Ja, ik heb wel een paar keer gevoetbald, ja. En meestal wel behoorlijke resultaten gehaald. Dus, en ik ben er vorige week nog geweest. Sparta AZ. Ja, het is gewoon een van de mooiste stadions van Nederland. Midden in die mooie woonwijk. En Spangen. Dus ja, geweldig kunstgrasveld. Ja. En we hebben er zin in. Ja, je hebt er zin in. Twee overwinningen, het zei je zojuist al. Ja. Er worden weinig series gemaakt. Tenminste, winnende series. Zou Linde voor de derde maal kunnen winnen zondag? Waarom niet? We hebben het wel heel knap gedaan. Na een moeilijke fase. En je moet dan, als je de drie verliest. En je moet naar Hardenberg. En Barendrecht thuis. Ja, als iemand al van tevoren had gezegd, je had 6 punten. Dan had je gevraagd van, je bent niet helemaal jovel. Leon, kom erbij. Leon, kom maar. Loop hem maar. Dit zijn de mannen die het willen houden. Die moeten het gaan doen. Hoe kijk je aan tegen die wedstrijd, Leon, van zondag? Van afgelopen zondag? Nee, komende zondag. Want dat is belangrijk, jongen. Dat is een hele belangrijke. Ja, we hebben er heel veel zin in. Ja. Het moreel is natuurlijk ook formidabel bij FC Linde, denk ik, op dit moment. Ja, we mogen nu niet klagen. Nee. Toch 2 keer gewonnen en we zitten nu wel weer in een goede flow. Ja. Het is gewoon inzet, hè? Kom er even bij. Het is natuurlijk gewoon inzet, hè, wat je moet tonen. Hè. Dit is hard werken. Hard werken, maar je moet ook een paar ballen erin schieten. Dat is ook wel belangrijk. Ja. Fenne Beumer, afgelopen zondag, eerste doelpuntje. Een bevrijding voor hem, denk ik. Nou, zeg maar, Leon. Hij is er ziek van. Is hij er wel vanavond? Nee. Is hij ziek? Oh, dan is hij er ziek van geworden. Ja, hij is ziek. Nee, jongens. Ik denk dat hij er een paar genomen heeft. We houden jullie niet langer op, want er moet gewerkt worden natuurlijk vanavond. Hans, ik vertrouw erop dat we een mooi succes daar gaan behalen. En dan zullen we Rotterdam eens op zijn kop gaan zetten. Heel Katendrecht gaat plat. Nou, we gaan met heel veel respect naar Jong Sparta. Want we weten dat ze heel erg goed kunnen voetballen. Maar wij hebben heel erg veel vertrouwen in. Dus waarom zullen wij niet met respect de bus in kunnen stappen en met heel veel zelfvertrouwen? Dat kan ook, hè? Dat kan ook. Ik wens je daarbij heel veel succes, Hansje. En na afloop spreken we elkaar zeker. Oké, Rien. Dankjewel, jongen. Gezellig, hè? En dan ontmoeten we ook in de massageruimte Erik de Kruik voor het eerst weer op het veld bij Linde aanwezig na je zware blessure, Erik. Hoe is het met je? Ja, het gaat. Ik ben vanaf afgelopen zaterdag weer iets aan het opknappen en... Ja, het is een zware operatie geweest. Ja. Hoe lang hebben ze geopereerd? Ja, volgens mij maar een uurtje of zo, of anderhalf uur. Maar, of ongeveer, ja, ik durf niet eens te zeggen. Maar ja, in je hoofd natuurlijk, dan is het niet best. Want jouw jukbeen, dat lag ergens... Dat lag helemaal hier. Dat was helemaal afgebroken en hier ook allemaal breukjes. Ja, en dat hebben ze van binnenuit? Van binnenuit mijn mond hebben ze een snee gemaakt. Ja, dan hebben ze gewoon met plaatjes vastgezet. Hier hebben ze een plaatje ingezet en hierachter hebben ze een plaatje ingezet. Zodat die breukjes vast blijven zitten en dat jukbeen weer op zijn plek komt. En dan is het alleen maar tijd om vast te groeien. En ja, je bent in goede gezondheid, neem ik aan. Dus ik denk dat het wel redelijk helpt, of niet? Ja, normaal gesproken staat er 4 tot 6 weken voor een breuk en dat is voor dit ook. Maar omdat het in je gezicht is, willen ze toch wat minder risico nemen. Ja. Je had ook nog een hersenschudding, heb ik begrepen. Ja, dat klopt. Ik heb de eerste anderhalf week weinig last gehad. Omdat je toch flink aan de pijncellen zit en antibiotica en al die dingen. En dan toen ik ben gestopt, dus heb ik wel echt een week veel pijn gehad. Ja. Nou, iedereen hartstikke blij om jou weer hier te mogen ontmoeten op het sportpark. Ik denk dat je zelf ook wel geniet van die training hier om even van achter de reling te aanschouwen, of niet? Ja, zeker. Het is leuk om weer terug te zijn, even te kijken. Ja. Maar het zal niet lang duren, want
Op tijd weer een beetje. Ja, weinig energie nog. Ja. Ja, het komt allemaal wel, jongen. Ik wens je heel veel beterschap en we hopen je binnenkort weer te zien. Ga je zondag trouwens ook nog even kijken bij Sparta? Ja, normaal gesproken ga ik wel kijken, ja. Maar ja, ik moet even kijken hoe het allemaal gaat. Of ik geen terugslag krijg met mijn vermoeidheid en alles. Mocht het zo zijn, wens ik je een hele prettige middag. En in ieder geval bedankt en we hopen je binnen niet al te lange tijd weer op het veld te mogen begroeten, jongen. Is goed, dankjewel. Komt goed.